wieder. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Julie en oh my god, Guido van den Bossen is terug in familie. Er waren al maanden geruchten dat Guido effectief zou terugkeren in familie. Ik had er zelf ook een video over gemaakt. En het is zover. Guido is terug. Ze geloven mij niet, Guido. Ze geloven mij niet dat jij nog leeft. Het is normaal dat ze niet geloven. Ze hebben mij 18 jaar geleden begraven. Maar waar heb jij heel de tijd gezeten? Terug om dat allemaal te vertellen. Maar de vraag is nu, voor hoe lang? Er zijn ook twee mogelijke opties. Oftewel, is Guido effectief terug? Leeft hij nog en keert hij terug? En in dat geval opent dat echt wel enorm veel perspectieven voor de makers van familie. Waarom heeft hij zijn dood in scène gezet? Waarom komt hij nu pas terug? Maar als Guido nog leeft, moeten er toch nog veel andere personages terugkeren. Els bijvoorbeeld, dat was de vrouw van Guido toen hij stierf. Die zou haar overleden echtgenoot dan toch wel terug willen zien. Overleden echtgenoot dat teruglevend is, maar ja. Allee, ik kan me voorstellen dat als uw vent 20 jaar geleden gestorven is en vandaag komt het te weten dat hij nog leeft, dat je die toch nog wilt zien. Dat je die toch nog wilt terugzien. Allee, en Rita dan? Ja, haar broer leeft nog, dus zij komt dan ook terug om hem te komen bekijken. Is misschien niet het juiste woord, want dat klinkt meer als een zo, maar ja, als uw overleden broer ineens toch terugleeft, dan komt hij die toch zien. Allee, dan komt hij toch bezoeken. En Marie-Roos, Guido is de vader van haar kinderen. Die wil Guido dan toch ook terugzien. Dus als Guido echt nog leeft, ja, dan komen al zijn exen terug en zijn broers en zijn zussen en gewoon gaan zijn familie om dat mirakel te kunnen bewonderen. Maar ik vrees dat we voor optie 2 moeten gaan. Jan hallucineert. Guido. Ik vrees dat Guido niet echt leeft. Ah, niet echt leeft. Nee, ik vrees dat Guido dood is, effectief. Maar dat Jan gewoon aan het hallucineren is. Dat zit in zijn hoofd. Hij heeft dat gedroomd. Dat is hetzelfde wat er met Maarten en Roos een paar jaar geleden gebeurd is. Hè. Roos werd vermoord en Maarten kon dat gewoon niet aan. Dat verlies en hij begon haar ja, te zien terwijl ze eigenlijk dood was en hij begon gewoon er een gesprek mee te voeren terwijl Roos dood was en ik vrees dat Jan dat nu ook heeft met Guido. Meen je dat nu? Dus ja, oftewel leeft Guido echt en dat hoop ik echt waar, want dat zou echt gewoon bommetje zijn. Maar ik vrees dat Jan aan het hallucineren is. En wat wilt je nu zeggen? Vader. Het einde van de midseizoensfinale was ook wel een knaller. Die gast Herwig, een ex van Veronique destijds, van echt zo'n 20 jaar geleden, zei tegen Veronique: jij hebt mij die opdracht gegeven. Jij wou uw vader dood. Volgens mij gaat familie volgende week ook nog knalzen. Amai, en fameus. Ik ben echt benieuwd. Zo, dit was de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye.